Yo, what's up gasten van Some Freaky Gamers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we een soort van tag doen of whatever ik het ook kan noemen. En ja, let's go! Eerst en vooral wil ik me eigenlijk verontschuldigen dat ik heel weinig heb geüpload de laatste week. De laatste week was ik dan ook echt heel ziek. Echt hoofdpijn en 39 graden koorts. Maar whatever, dat is over. Het is weekend al terug. En ik ga natuurlijk terug video's maken. Maar wat gaan we doen in deze video? Zoals ik dus al heb gezegd, we gaan een tag doen. En die tag gaat zijn: What's on my computer tag? Zoals jullie kunnen zien, jullie zien mijn bureau achtergrond. Ik heb nu ook een tweede scherm, dat kunnen jullie niet zien hierop. Maar om te beginnen, jullie gaan jullie waarschijnlijk afvragen, wat zijn al deze vensters? Deze vensters zijn een programma dat noemt Fences, dacht ik. Ja, Fences, dat is dit. En daar kan je echt heel veel mee, kan je heel je bureaublad ordenen. Heb je meerdere bureaubladen? Dus ja, ik kan er dan... dit is nog niet aangemaakt, kan ik ooit aanmaken als ik zou willen? Dat ga ik niet doen, omdat ik het nu natuurlijk niet nodig heb. Dan, wat heb ik nog op mijn PC eigenlijk staan? Behalve al mijn games hier. De Black Ops series, Unturned, Grid 2, I don't know, Minecraft en ja, Counter-Strike ook. Seven Days to Die en nog wel wat andere spellen. Dan heb ik ook nog al mijn design en videoprogramma's natuurlijk. Halve Vegas Pro, die heb ik hier zo apart gezet. Voor een of andere reden. En ja, ik heb Photoshop en al die andere dingen. Cinema 4D maak ik intro's mee en animaties als ik dat wil. Mijn layout ook nog wel redelijk, of SketchUp is ook nog oké, kan je redelijk veel mee. En Blender is eigenlijk de gratis versie zou ik zeggen van Cinema 4D. Niet dat ik die ook betaald heb, Cinema 4D. GTA 5 staat hier ook, deze moet direct trouwens nog altijd geordend worden, want ja, fuck. Dan heb ik hier ook nog Speedfan, zie ik hier, Popcorn Time, staat zowat op elke PC zeker bij iedereen. Even kijken naar mijn tweede bureaublad, want ja nee, daar zit gewoon niets interessants op. Alhoewel, Eclipse, maak ik plugins mee voor mijn eigen Minecraft server, dus misschien niet het belangrijkste, maar het is toch iets. Dan hier nog de Some Freaky Game. Hoe heb ik dit eigenlijk gedaan? Ah, eindelijk. Ik snap het multitasken van. Eindelijk. Ik snap het multitasken van. Van Windows 8. Finally. My extension. Hey Laba. Ja, niet op al die mooie dingetjes letten. Het zijn allemaal zo van die niet hacks. Dus fuck. En ja, hier dus Some Freaky Gamers. Daar zitten ook redelijk wat dingen in. Dus je ziet hier mijn Mindtopia. Geen texture pack. Texture pack staat dan aan de foto's van bovenaf. Met een programma gemaakt. En dan ja, nog wel andere dingen zoals upload schema, dat by the way ook nog een video over moet komen. Moet ik trouwens nog afwerken. Heb ik dat niet geopend? Shit. En hier het SFG logo natuurlijk. Dus ja, vond je deze video nu eigenlijk leuk? Wil je eigenlijk weten wat er nog verder in mijn PC zit? Vergeet vooral niet even die like. Vergeet vooral niet even te abonneren als je nieuw bent. En ja, dat is eigenlijk nog één ding. Dikke, vette peace.